Welkom bij Vrijmibeurs nummer 8 van vrijdag 20 november. Een serie die we elke vrijdag maken, waarin we gaan kijken naar het meest interessante, meest belangrijke nieuws van de afgelopen week. Zodat je eigenlijk een samenvatting hebt van alles wat je moet weten als je bezig bent met beleggen. En in deze video gaan we ons richten op drie onderwerpen. Ten eerste het coronavaccin. Alweer een nieuw coronavaccin is er. Daarna gaan we kijken naar ARK Invest en tenslotte ook naar Tesla. Dus laten we beginnen. Leuk dat je kijkt naar weer een nieuwe video van een passiefinkomen.nl. Op dit kanaal maken we elke week drie video's die gaan over persoonlijke financiën, investeren en beleggen of passief inkomen. En zoals gezegd hebben we in deze video drie onderwerpen. Te beginnen met het nieuws over een nieuw vaccin. Want eerder hadden we vorige week al het vaccin van Pfizer. En daar kwam afgelopen maandag, een nieuw vaccin bij van Moderna. Dat is dus het tweede coronavaccin. En dit vaccin is voor 95% effectief, van wat eerder Pfizer zei met 90%. En een ander belangrijk verschil is dat het vaccin van Moderna ook langer gekoeld te bewaren is, tot maximaal 30 dagen. Terwijl dat bij Pfizer juist volgens mij binnen 5 of 8 dagen moest zijn. Het is heel erg belangrijk dat het koel wordt getransporteerd en bewaard om zijn effectiviteit te behouden. Dat is dus één groot ding wat heel belangrijk te worden bij het transport. Bij het toedienen, dus eigenlijk vanaf het maken tot het wordt toegediend, heel erg belangrijk. Dus dat ziet er bij Moderna al beter uit. Na de hand kwam Pfizer ook dat hun vaccin effectiever is. Niet 90% die ze eerder zeiden, maar ook 95%, net zoals bij Moderna. En zojuist komt er trouwens het nieuwsbericht binnen dat Pfizer goedkeuring gaat aanvragen in Amerika voor hun vaccin. Dat gaan ze doen via een versnelde procedure. En waarschijnlijk zal het dan ook zo zijn dat nog dit jaar het vaccin wordt goedgekeurd. En hoewel dit goed nieuws is, zien we eigenlijk weinig van terug in het aandeel. De vorige keer ging het aandeel wel iets omhoog, maar ging naderhand weer ook omlaag. Het ebte wel weer weg de winst. Nu zien we het aandeel voor beurs een paar procent, of bijna 2% in de plus staan. Maar dat heeft er ook mee te maken dat Pfizer best wel een groot bedrijf is. Het is een bedrijf met een beurswaarde van meer dan 200 miljard. Ze maken elk jaar meer dan 10 miljard winst. En als we nu gaan kijken, zo'n coronavaccin kost Europa blijkbaar 15,5 euro. Doen we dat keer die 200 miljoen die Europa besteld heeft, dan komen we uit op 3 miljard euro. Of misschien 6 miljard, mochten er 2 nodig blijken te hebben op de lange termijn. En dan is dus 6 miljard, wat niet eens winst is, maar omzet, op zich dus niet zo'n heel veel geld voor zo'n bedrijf. Zeker als we ontwikkelingskosten mee gaan nemen, die geloof ik al meer dan 2 miljard bedragen. Nou, dan kunnen we eigenlijk ook wel uit afleiden van waarom dat zo weinig impact heeft bij Pfizer. Iets meer bij Moderna, maar dat komt omdat Moderna gewoon een veel kleiner bedrijf is en daar een paar miljard omzet of winst wel veel meer impact heeft. Wordt dan nu alles beter? Nou, misschien over een tijdje, over een paar kwartalen. Maar er gaan eerst nog zeker een paar economisch zware kwartalen aankomen. Dat zien we ook weer in een nieuwsbericht waar we het al eerder over hadden. De verwachting is naarmate de steun wordt afgebouwd dat heel veel bedrijven lastig gaan krijgen, om gaan vallen, failliet gaan. Dat heel veel mensen hun baan kwijtraken. Nou, de verwachting in dit onderzoek zie je al dat 96% van de ondervraagden denkt dat dit kwartaal, het huidige kwartaal, dus het vierde kwartaal van 2020, het al toe gaat nemen. En dat de piek waarschijnlijk in het tweede kwartaal van volgend jaar zit. Daarna zal het dan wel wat beter gaan en kunnen we misschien eind volgend jaar alweer een beetje alles terug in normale situatie. Dat het wel wat redelijk goed gaat met de economie. Dat het coronavirus misschien wel onder controle is. Maar het wil dus niet zeggen dat aangezien nu binnenkort het coronavaccin wordt goedgekeurd, dat dan iedereen daar ook meteen van profijt van heeft. Of dat de economie daar profijt van heeft. Dat heeft nog veel meer tijd nodig. Het tweede nieuwsbericht dat ik wil behandelen gaat over ARK Invest. De meeste van jullie zullen ARK Invest wel kennen. Of misschien wel indirect, want ARK Invest is het bedrijf met het koersdoel van Tesla van eerst $7.000. Inmiddels is er een aandelensplitsing geweest, dus moeten we dat door 5 delen. Dus dat zou betekenen $1.400 als koersdoel voor een aandeel van Tesla. Ik geloof dat ze nog steeds met een update komen. Ik heb hem alleen nog niet gezien. Maar er is deze week wat nieuws rondom ARK Invest, omdat een investeerder, Resolute, daar in principe nu een overname probeert te doen, of in ieder geval aankondigt dat ze die graag zouden willen doen. Het is namelijk zo dat Resolute in 2016 een kleine positie heeft genomen in ARK Invest, maar wel met de rechten om dat eigenlijk uit te breiden in 2021 en ook daarmee de controle over het bedrijf te kunnen krijgen. Nou, ARK Invest heeft pas daarvoor aangekondigd dat ze eigenlijk niet meer samen willen werken met Resolute. Natuurlijk wel als aandeelhouder. Maar ze maken gebruik van de diensten om juist hun ETF's
te distribueren over de wereld. Volgens mij niet in Europa, wel in Amerika en dat soort continenten. En daar willen ze eigenlijk vanaf. Daar zijn ze op zoek naar een andere partner. Dus misschien dat daarom Resolut wel zegt van... oh, maar dan gaan wij zeker wel gebruik maken van onze optie... om de controle over te nemen over dit bedrijf. Nou, dat is denk ik niet zo goed voor ARK Invest. Ik weet niet hoe het uit gaat pakken natuurlijk. Het kan allemaal nog heel veel, allemaal wel meevallen. Maar ja, het ziet er niet heel erg goed uit. En zeker geen goed nieuws over dit bedrijf. En dat terwijl we normaal juist wel heel veel goed nieuws... heel veel positieve berichten over ARK Invest zien. Ook als je gaat kijken naar ARKK, hun bekendste ETF, die is dit jaar al bijna verdubbeld, 98% in de plus. Dus ja, het gaat gewoon heel erg goed. Dat is de ETF onder het beheer van Cathy Wood. Ook de meeste van jullie zullen haar wel kennen. ARK Invest is waarschijnlijk echt groot en bekend geworden vanwege Tesla. Maar zeker ook vanwege heel veel andere posities die ze hebben en waar het juist heel erg goed mee gaat. Ook dat heb ik trouwens wel laatst gezegd van misschien is het ook wel zo dat iedereen nu zo gefocust is op ARK Invest. Van wanneer zij een bedrijf toevoegen aan hun portefeuille, dat dan iedereen dat bedrijf gaat kopen. Dan is het heel erg logisch dat de koers daarvan stijgt en dat ARK Invest het heel erg goed doet. Maar daar ligt dan ook weer meteen een heel erg groot risico of een nadeel. Want stel, er zou volgend jaar een overname worden gedaan. Misschien besluit Cathy Wood wel opnieuw te beginnen met een nieuw bedrijf. Misschien geloven heel veel mensen er niet in. Gaan ze hun positie in ARK verkopen? Moet ARK dus ook aandelen verkopen? Komen er heel veel aandelen op de markt? Zijn deze bedrijven misschien wel in één keer een stuk minder interessant? Want het zijn wel vaak bedrijven waar ARK Invest investeert. Komen heel veel filmpjes, heel veel nieuws over en gaan daarna hard omhoog. Dus het zou ook zomaar kunnen dat als dit negatief uitpakt, heel veel koersen van dat soort bedrijven ook heel hard onderuit gaan. Omdat er in één keer heel weinig interesse nog is in die bedrijven. Hou daar in ieder geval rekening mee. En welke kant het op gaat, ja, ook dat weet ik niet. Maar het is puur dat je een beetje zelf een inschatting mee moet maken en dat je in ieder geval dit risico meeneemt. En voordat we verder gaan met het laatste nieuwsbericht van deze video, wil ik je vragen, vind je dit een leuke, interessante video? Geef zeker even een duimpje omhoog. En wil je meer van dit soort video's zien? Zoals gezegd, ik maak elke week 3 video's die gaan over persoonlijke financiën, investeren en beleggen of passief inkomen. Klik even onder deze video op abonneren en eventueel op het bel-icoontje om altijd weer een melding te krijgen als er een nieuwe video online staat. Maar nu dus het laatste onderwerp en dat is zoals gezegd Tesla. Want Tesla, toevallig ook de grootste positie van ARK Invest, maar zeker ook mijn grootste positie. Zeker na afgelopen week met een flinke stijging. Want inmiddels sta ik iets boven de 70.000 euro geloof ik op Tesla. En dat heeft er alles mee te maken dat Tesla wordt opgenomen in de S&P 500. De grote index van Amerika met de 500 grootste bedrijven. Het zat er al een tijdje aan te komen, want een van de eisen daaraan is dat je 4 kwartalen winst maakt. Dat had Tesla. Zo werden ze eigenlijk niet opgenomen. Het gerucht ging toen nog dat het er wel mee had te maken dat de winst die ze maakten eigenlijk afhing of kwam doordat andere autofabrikanten hun emissierechten kochten. Nou, inmiddels zijn we weer een kwartaal bijna verder. Hebben we 5 kwartalen winst gehad en worden ze dus wel toegelaten aan de S&P. Dat gebeurt op 21 december. Dus nog iets meer dan een maand te gaan tot dat moment. En op dat moment is toevallig ook de dag, of waarschijnlijk niet eens toevallig, maar op dat moment wordt ook de hele index opnieuw gewogen. En dat zal waarschijnlijk nu zo zijn gegaan. Vaak worden bedrijven ondertussen nog wel toegevoegd, maar dat zijn vaak kleinere bedrijven. En Tesla is zo'n groot bedrijf wat betreft beurswaarde, dat dat best wel impact zou kunnen hebben op de index. En vandaar dat ze dat op dat moment laten samenvallen met dat de beurs toch al, dat de index toch al opnieuw wordt gewogen. Dat zeggen ze trouwens ook in het rapport zelf van de S&P. Van laat ons even weten hoe we dit moeten aanpakken. Moeten we het in 1 keer of moeten we het in 2 stappen doen? En als we het in 2 stappen doen, moeten we dan 50-50 doen of andere verdeling aanhouden? Ook zij vragen om advies. Dat is waarschijnlijk ook wel de reden geweest dat ze niet al vorig kwartaal meteen Tesla hebben toegevoegd, maar dat ze nog even hebben gewacht om te kijken van wat zijn de mogelijkheden en zeker ook wat is de impact. Want Tesla komt bijna meteen in de top 10 van meest waardevolle bedrijven in deze index. En dat is op zich best wel apart, want een nieuw bedrijf, een opkomend bedrijf, maar wat al wel meteen in de top van deze index hoort. Maar dit nieuws zorgt er natuurlijk wel voor dat er het aandeel natuurlijk in waarde gaat stijgen. Want alle fondsen die deze index volgen, deze S&P 500, bijvoorbeeld Vanguard, S&P 500, Fusa, wat ik zelf ook heb. Al die fondsen moeten dadelijk ook aandelen van Tesla gaan kopen. Het is ongeveer zo dat Tesla iets meer dan 1% van deze beurs uit gaat maken.
Dus 1% van de portefeuille die zal dadelijk richting Tesla moeten voor deze fondsen. Oftewel anders gezegd, elke 100 euro of $100 die wordt geïnvesteerd in de S&P 500 gaat er iets meer dan anderhalf of iets meer dan $1 richting een aandeel Tesla. Dat zorgt er dus voor dat nu al deze fondsen misschien al wel zijn begonnen met aandelen kopen van Tesla. Dat er heel veel vraag ontstaat. Nou, als de vraag toeneemt gaat automatisch de koers omhoog. En daarom tikten we volgens mij gisteren ook dan de all-time high aan van Tesla. $508 voor één aandeel. Na de hand ging het wel weer iets minder. Rond de $500 hangt het nou. Maar het is wel de verwachting dat dat de komende tijd denk ik nog wel gaat stijgen. Is het niet de fondsen die het kopen, dan zijn het misschien wel particulieren die nu willen kopen om de fondsen voor te zijn. Omdat ze weten dat de vraag naar dit aandeel toe gaat nemen. Dus het is zeker zo dat de komende maand er best wel veel volatiliteit in dit aandeel zal zitten. Soms zal het hard stijgen, het zal ook wel weer een beetje dalen. Ik denk trouwens wel dat zodra ze eenmaal zijn toegevoegd aan de S&P 500, dat het dan wel zo kan zijn dat het weer gaat dalen, een beetje naar het oude niveau van begin deze week. Dat zie je vaker bij bedrijven, dat zie je vaker bij heel veel nieuws, dat ze zeggen buy the rumor, sell the news. Dus het is heel erg leuk om te weten dat ze in de S&P komen, maar als het dan eenmaal zo is gebeurd, ja, dan is er niks nieuws meer. Dan gaan vaak mensen, bedrijven gaan hun winst ook nemen. En zeker ook omdat dit samenvalt met het einde van het jaar, dat heel veel grote fondsen vaak dan toch snel posities verkopen om hun winst zeker te stellen. Zodat ze weer kunnen zeggen van kijk, dit jaar hadden wij 20% in de plus. Dat komt altijd wel een beetje in het einde van het jaar. Dus hou daar rekening mee dat het de komende tijd hard kan stijgen. Maar ook een periode komt dat het weer hard kan dalen. En omdat we het nu toch hebben over die fondsen die Tesla moeten kopen, wil ik even terugkomen op een video van Meet Kevin deze week. Daar had hij het over Cathie Wood en Michael Burry. Michael Burry is degene die tijdens de vorige crisis de huizenmarktbubbel voorspelde. En hij voorspelt nu een ETF-bubbel. Ook Cathie Wood zegt een beetje die kant in. Natuurlijk hebben zij wel belang daarbij, want ze hebben zelf ook ETF's. Dus hun zeggen, koop geen index, maar koop juist onze ETF's. Dus houd wel rekening mee dat zij daar een belang bij hebben. Omdat er heel veel geld eigenlijk gaat naar bedrijven waarvan je het niet zou willen. Misschien wil jij wel helemaal niet beleggen in Tesla, omdat jij er niet in gelooft. Maar ja, als je die index koopt, gaat automatisch dus iets meer dan $1 richting Tesla. Je kunt het ook omdraaien. Misschien geloof jij wel helemaal in Tesla, maar wil je eigenlijk niet beleggen in bedrijven die in olie of sigaretten zitten. Nou, ook daar gaat automatisch bij een ETF of een index automatisch geld die kant op. En ik heb daar eerder een video over gemaakt, genaamd ETF-bubbel. Ik zal hem hier even linken. Die gaat helemaal in op dit onderwerp en hoe ik daarover denk. Maar opnieuw wordt het nu weer een beetje omhoog gehaald. Zeker ook met Cathie Wood, die zegt, houd er rekening mee dat na de coronacrisis de economie wel eens helemaal veranderd kan zijn. En ARK Invest gaat juist in die nieuwe technologieën investeren. Dus daar zien hun kansen. En daarom roepen zij natuurlijk ook dat de economie gaat veranderen. Maar naarmate je vermogen stijgt, is het wel zeker ook interessant om te kijken van, kan ik misschien bepaalde sectoren, bepaalde bedrijven toch zelf uitkiezen om ja, eigenlijk wat risico te spreiden, beter risico in te schatten, meer rendement te maken en juist wel ervoor te zorgen dat je in bepaalde sectoren niet investeert. Dat is dus wat meer voor gevorderden. Niet voor beginners per se, maar ook zeker voor beginners en eigenlijk voor iedereen dus wel iets om in het achterhoofd te houden en altijd over na te denken dat wanneer je wat meer geld gaat investeren via een index, via een ETF, dat je met dit soort situaties te maken krijgt. En over zo'n bubbel gesproken, aanstaande maandag ga ik een video maken over elektrische voertuigen, de EV-aandelen. Daar ga ik verschillende aandelen bekijken en vergelijken met elkaar. Dus bedrijven zoals Tesla, NIO, Arcimoto, wat gisteren bijna 70% in de plus stond. Beetje overgewaardeerd denk ik op dit moment, maar dat is bijna met al die bedrijven. Dat wil ik dus juist gaan bekijken in de video van aanstaande maandag. Dus ben je nog geen abonnee en wil je wel die video zien, zorg er dan voor dat je je abonneert op dit kanaal. En dan wil ik daarmee deze video afsluiten en jou een fijn weekend wensen. Ik hoop dat je het een leuke, interessante video vond. Als dat het geval is, geef zeker even een duimpje omhoog. Dan weet ik welk onderwerp jullie leuk vinden. Kan ik meer van dit soort video's maken? En je helpt ook zeker het YouTube-kanaal, wat meer mensen krijgen deze video te zien. Wil je nog meer video's zien, maar ben je nog geen lid van het kanaal? Abonneer je dus dan op de video. De knop vind je onder deze video staan. En klik op het bel-icoontje om altijd weer een melding te krijgen als er een nieuwe video online staat. Nogmaals bedankt voor het kijken. Een fijn weekend en tot de volgende video.